Integendeel, laten we de banden die ons verenigen verdiepen op basis van een herwonnen vertrouwen. Dames en heren, of het nu voor onszelf is, als landgenoten, Europeanen of zelfs wereldburgers, we zijn werkelijk in staat om het verschil te maken door diepgaande, stevige en duurzame banden te smeden en te koesteren. Zij zijn het cement van onze beschaving, van onze veiligheid, van onze toekomst. Dit jaar lag de nadruk van het défilé op Europese en internationale samenwerking. Dat werd onder andere in de verf gezet door de aanwezigheid van een detachement van het Eurocorps, een militaire alliantie tussen België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Een ander voorbeeld van Europese samenwerking was de aanwezigheid van Nederlandse en Luxemburgse muziekkapellen. Zelfs het Vreemdelingenlegioen stuurde een muzikale afvaardiging. Ook vloog er een Nederlandse NH-90-helikopter mee in het luchtdefilé. Dankzij het spel Peacekeeper kregen ook de allerjongsten de kans om defensie in al haar facetten te ontdekken. Het initiatief kwam van het Instituut voor Veteranen, Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Ze trachten nieuwsgierigheid op te wekken voor de verschillende instanties die met vredehandhaving of de nagedachtenis ervan te maken hebben. Zo konden kinderen op verschillende stands het Instituut voor Veteranen zelf ontdekken. Goed dat het warm is. Dankzij het grote aantal bezoekers was deze speciale editie van de Nationale Feestdag een groot succes. De band tussen de bevolking en defensie is weer wat nauwer aangehaald. Vraiment très confortable, hein? C'est ce qu'il faut pour aller au combat, quoi. Donc vous êtes prêt d'aller au combat? Ah oui, bien sûr, hein? Ben pourquoi pas, hein? Mon père il était dans l'armée et maintenant il y a mon petit frère aussi qui est dans l'armée. Ça peut être intéressant, mais bon, je connais pas encore tout, donc je peux m'intéresser et voilà, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ja, het is wel zwaar, maar het is wel leuk om iets aan te doen en andere dingen ook te proberen hier. Het is heel... ja. Is dat te zwaar of niet? Ja, dat is zwaar. En zou je misschien later ook weer bij het leger komen? Nee, ik wel. Wil je later bij het leger komen? Ja. Yeah.